Een gehaarde wisseltruc weer. Dit keer in Tilburg. Op de beelden is het bijna niet te zien, zo snel gaat het. De man zegt dat hij 500 euro heeft gepind en alleen maar briefjes van 10 uit de automaat kreeg. En die wil hij wisselen. Hij is erg druk, praat snel en probeert zo de medewerkster te intimideren. Die wil alleen maar helpen en telt het geld nog na. Als dan blijkt dat ze 10 euro tekort komt, doet hij dat er nog bij. Dat is het moment dat hij ook snel geld verstopt. Uiteindelijk worden de briefjes gewisseld en weg is hij. Later blijkt dat hij geen 500, maar nog niet de helft heeft laten wisselen. Voor bijna 300 euro opgelicht dus. Wie is deze man?